deze, kom maar. Watch the Gate heeft geklonken in deze B-finale. We zijn weg met deze mensen. En dan gaan we eens kijken wat er gebeurt in deze B-finale. 8-9-jarige Jim Struik ook. Yes, van Geffen. We gaan zien of de 24 Jim Struik. Ja hoor, Jim Struik aan de voorkant. Misschien nog zelfs een A-finale ingezeten voor hem. Jens van Geffen. Jens van Geffen op de tweede plaats. Daar ja, inderdaad. Twee zit niet goed hoor. En 2-18 is voor Cedric Karsmakers van de Winkels. Die gaat er ook goed mee op de derde positie in deze B-finale. De B-finale is natuurlijk ook best wel pittig, want ze hebben sommigen al een kwartfinale moeten bereiden om hier te komen. Ben je geen kleintje, dan ben je zeker geen kleintje. En dat laten ze zien, dat laat Jim Struik zien. Hij had misschien nog wel een plekje aan moeten hebben in die A-finale. Ja, het is een goede strijder, Jim Struik. Ze kijken even achterom, ook Cedric Karsmakers. We kijken hier in het gezicht van Jens van Geffen. Zo gaan ze richting finishlijn. En zo gaan we zo dadelijk ons opmaken voor de... voor de A-finale met de boys 8 girls 9 jaar. Ik ga ze voorstellen, we hebben voor Veldhoven.